verwacht vandaag vuurwerk. Zoveel mensen die met dezelfde snuiten dezelfde kant op staan. Ja, dat kan alleen maar een mooie dag worden. We hebben zo'n positieve vibe te pakken. Zoveel mensen die zich achter de campagne hebben geschaard. 264 werkgevers met een sociaal hart die zich hebben aangemeld. Meer dan 1500 mensen aan een baan geholpen. Dat is zo ongelooflijk leuk. Dat zorgt ervoor dat iedereen straalt. Dat is echt zo. Iedereen straalt. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Zoveel talent op zo'n klein stukje aarde. Is toch niet normaal meer, Jur? Hé, hey, lekker hè? Hé, hey, ontzettend leuk dat jullie er allemaal zijn bij dit ondernemersontbijt. Zullen wij onze jas even uittrekken of houden we het heet programma? Ja, dat lijkt me, want het wordt wel warm. Ja, hoppa. Het heet nu Sander en de Hartenjager, Sander, maar dit initiatief is al veel langer geleden begonnen. Ja. En toen begon jij ermee. Ja, we begonnen met de 100 van Sander. 100 van Sander. Dan gingen we op zoek naar ondernemers met een sociaal hart. En we zitten nu inmiddels op 264 ondernemers met een sociaal hart die meedoen aan de campagne. Steeds meer werkgevers ook denken van, hey, laat ik niet altijd op zoek gaan naar iemand die 20 is met 40 jaar ervaring en allemaal universitair geschoold. Nee, kijk eens eventjes naar wat voor prachtige talenten er allemaal in de samenleving lopen. Applausje voor jezelf daarvoor, hè? Ja. Ja, dat is top. Dat zijn jullie allemaal. En uiteindelijk is het overgelopen in Sander en de Hartenjagers. En richten we ons ook echt op doelgroep. Ik ben hartenjager, ja, voor de 50-plussers. 50-plussers, die zijn groot waard voor je bedrijf. Heel vaak dachten mensen van, nou, 50-plussers begin ik niet aan. Want die zijn vaak ziek, die zijn vaak moe. Weet je, dat soort vooroordelen waren er. Terwijl dat is niet waar. Die mensen die brengen juist heel veel mee. Het zijn mensen met levenservaring, coaching abilities. Het zijn mensen die gewoon blij zijn dat ze mogen werken weer. Dus die hebben ook een heel ander werkethos. Waarom is Feyenoord nu zo succesvol? Elke positie wordt ingevuld door iemand die op zijn manier goed is. En als je dat binnen je bedrijf kan bereiken, dan word je ook een succesvolle ondernemer. We hebben nog een speciale hartenjager. Wethouder Tim Versnel uit de coulissen. Hallo jongen. Hoe is het? Goed. Met jou? Ja, heel goed. Hij had het vroeger thuis niet breed en heeft zich opgewerkt helemaal tot aan wethouder. Ook echt een klasse ambassadeur. En hij zit er ook met heel zijn hart in, dat merk je aan alles. Ik heb zelf een fantastisch leven. En dat heeft er voor een belangrijk deel mee te maken dat mijn moeder ooit de kans heeft gehad, die ik heel veel Rotterdammers gun die hem nog niet hebben gekregen. Namelijk, zij zat in de bijstand. En zij had de mazzel dat ze iemand van de gemeente trof die zei, we gaan jou niet naar het eerste beste flexbaantje doen, maar we geloven in jou, we zien wat in jou en je gaat een opleiding doen. Ja. En ze is lerares geworden en de rest is geschiedenis. En dat wil ik voor iedereen. Uiteindelijk is het een verhaal dat gaat over mensen die elkaar iets geven, namelijk een kans. Die een arm om iemand heen slaan. En er is niks beters dan dat. Er is niks beters waar je tijd aan kan besteden dan dat. Ik wilde altijd naar de school voor journalistiek. En er waren 2000 aanmeldingen en 200 plaatsen. Dus kleine kans dat je erbij kwam. Maar als je ervaring had in de journalistiek, dan was dat een pre. En toen was het uiteindelijk de hoofdredacteur van een huis-aan-huiskrant van de Dordtenaar. Die zei tegen mij, ga jij maar schrijven voor ons. Ik zie het in je zitten. En als iemand je die kans geeft, en dan wil je dat ook belonen. Dan wil je dat vertrouwen niet beschamen. Dan wil je ook echt je stinkende beste voor doen. Wij hebben bij ons in de bijstand, bij de gemeente Rotterdam, bijna 33.000 mensen. Onbenut talent. Dat zijn fantastische mensen, stuk voor stuk. Maar die hebben het wel nodig dat iemand bereid is ze een kans te geven. Jullie als ondernemers zijn in de ongelooflijk bevoorrechte positie dat je een eigen bedrijf hebt en dat je dus het vermogen hebt om mensen zo'n kans te geven. Jullie kunnen mensen zo'n ongelooflijke vooruitgang in hun leven geven. We willen daar ook bij helpen natuurlijk als gemeente. En als overheid. We hebben een fantastisch hulpmiddel en dat noemen we de loonkostensubsidie. Zo'n loonkostensubsidie is ervoor dat als je iemand in dienst neemt die niet direct een volledige loonwaarde heeft, dan compenseren we daarvoor. Laten we ervoor gaan met z'n allen en bedankt dat jullie er zijn. En bedankt voor alles wat jullie gaan doen. Dankjewel. Superman. Ik hoop voor volgend jaar, als we dit ontbijt hebben met z'n allen, dat er dan nog 10.000 over zijn die we een baan moeten hebben. Dan gaan wij door naar de volgende hartenjagers, want we krijgen er twee bij. Raya, Senna en Willem. Ik ben ongelooflijk trots dat we weer twee hartenjagers erbij hebben. Willem Philipsen en Raya Senna. Nou, twee mensen die nauwelijks introductie behoeven, want Willem Philipsen was vroeger gitarist bij Postman en kreeg een herseninfarct. En kon toen niet meer werken en heeft heel lang in de dip gezeten.
Ja, en is nu het gezicht van mensen met een beperking in Rotterdam. Ja, ik dacht, the next best thing naast Sex, Drugs and Rock'n'Roll is wel de gemeente. Ambtenaar. Ja, toch? Ja. Uiteindelijk nu sinds een jaar in functie als aanjager, beleidsadviseur voor Rotterdam Onbeperkt. En daarmee maken we eigenlijk een stad inclusiever voor mensen met een beperking. Dit thema loonkostensubsidie gaat me echt super aan het hart, omdat ik zelf ook in een garantiebaan ooit begonnen ben. En dus ook aanspraken moest maken op loonkostensubsidie. En ja, het heeft echt deuren voor me geopend, dus ik wil die kans ook aan anderen geven. En je hebt nu allemaal betrokken werkgevers met een sociaal hart. Wat zou je eigenlijk aan de werkgevers willen vertellen? Ja, ik denk letterlijk, als je het voorrecht hebt om mensen in een andere positie een kans te geven hierin, om aan het werk te kunnen en een nieuwe zingeving te gaan ervaren in hun leven, doe dat. Doe dat gewoon, zonder na te denken. Gewoon gaan met die loonkostensubsidie. En Raya Senna, ja, wat die kan, dat is zo geweldig. Die kan schilderen met 4 ledematen tegelijk. Nou, als ik het zie, dan denk ik echt bij mezelf, jij bent gewoon bijna van een andere planeet zo knap. Dus wat jij kan is echt ongelooflijk. Ja, dankjewel. Hoe ben je erachter gekomen? Ik teken al heel lang. En op een gegeven moment kon ik een tijdje niet tekenen, omdat ik gezondheidsproblemen had. En op een gegeven moment wilde ik een beetje de verloren tijd inhalen. En ook om mezelf wat meer uit te dagen. En toen kwam het ineens op in mijn hoofd op om met 2 handen te tekenen. En ja, dat lukte toen. En op een gegeven moment maakte een journalist een grapje dat ik het misschien ook wel met mijn voeten zou kunnen. En toen ben ik het met mijn voeten gaan proberen. Wat is jouw beperking, zeg maar? Ja, ik heb al sinds mijn geboorte allerlei gezondheidsproblemen. Dus dan ben ik wat sneller moe. Ik heb chronische pijn en allerlei andere klachten. Ja, die een beetje dagelijks in de weg zitten. Voor mij is loonkostensubsidie een belangrijk thema. Omdat ik er, als ik niet had getekend, dan had ik er zelf ook mee te maken gehad. En daarvoor vind ik het des te meer belangrijker. En ja, dat die groep ook een podium krijgt. Ik ben heel trots dat ik als hartenjager nu aan het werk ga. U bent allemaal ondernemers met een sociaal hart. Maar met een sociaal hart lijkt het alsof je anderen alleen maar een kans geeft om iets te doen. Maar ik wil ook bij deze vragen, geef jezelf ook een kans om die mensen te ontmoeten. Als je een divers bedrijf hebt waar iedereen zichzelf in terug herkent, en dat bedoelen echt iedereen, dan zijn er gewoon bewijzen voor dat je 25% tot 35% beter draait dan je concurrenten. Dus zie niet alleen maar dat je anderen kans geeft, maar geef jezelf ook een kans door de deuren open te stellen voor andere mensen die niet op jou lijken, want dat maakt de wereld uiteindelijk interessanter. Als we teams maken met mensen die niet op ons lijken, maar mensen die ons andere inzichten geven en andere mogelijkheden geven om ons bedrijf te laten groeien. Amen. Ja. Daar wil ik eigenlijk alleen nog maar aan toevoegen dat ik ongelooflijk trots ben op jullie allemaal. Want dit is gewoon een hele zaal vol met ondernemers met een sociaal hart. Jullie zijn allemaal ongelooflijke kanjers. Het komende jaar hoop ik te bereiken dat heel veel werkgevers mensen een hele mooie kans kunnen geven. Dat werknemers kunnen groeien en hun talenten helemaal tot bloei kunnen komen. Ik hoop echt dit jaar gewoon zoveel meer mensen aan het werk te kunnen helpen via deze constructie. Dat we gewoon uiteindelijk heel die kaartenbak, dat die gewoon leeg is. Ja, ik ben ontzettend blij met onze nieuwe hartenjagers. De wethouder natuurlijk, dat we een nieuwe wethouder hebben die ook weer betrokken is. Ik ben blij met Willem, want Willem is ervaringsdeskundige. Die laat zien dat je ondanks je extra uitdaging ook aan de bak kan. En dat geldt ook voor ASN. Die heeft natuurlijk een gigantisch bereik online. Multigetalenteerd. En zelf ook met haar uitdagingen en dat ze toch nog haar tijd neemt om dit te doen. Ja, we hebben een fantastisch team. Ik ben helemaal happy. Ja, we hebben nu meer dan 1500 mensen aan het werk geholpen. Wat mij betreft 3 keer zoveel dit jaar. Dat zou fantastisch zijn, toch? Daar gaan we voor. We gaan ervoor.